De veiling van Kunstmin is een ware aanfluiting geworden. Slechts 5 euro werd erop gehaald. Eerder op de dag konden bezoekers al door voor de nieuwe schouwburg overbodige spullen neuzen. Dat ging een stuk beter. Alles wat we in opslag hadden, waarvan we dachten, nou gaan we niet meer gebruiken in de toekomst. Daarvan hebben we gezegd, van laten we dat een nieuwe bestemming geven. En we dachten dat een garage sale daar een leuke moment voor was. Dus we hebben gezegd, van nou iedereen kan hier komen en kijken van wat kan ik gebruiken. En nou, we hebben het ook allemaal aardige prijsjes gegeven. Dus we zijn heel veel kwijtgeraakt vandaag en daar zijn we heel blij mee. Er waren nog wat bijzondere spullen achtergehouden voor de veiling. Zoals een rode ukulele, gesigneerd door Brigitte Kraandorp. Alleen wilde er niemand op bieden. Uiteindelijk leverde de dag 1500 euro op. Maar de spullen van de veiling, die wisselen voorlopig niet van eigenaar.